De strijd om de Nations League is weer begonnen en biedt een route naar het wereldkampioenschap van 2022. Dat zit zo. Aan het WK in 2022 doen 32 landen mee. 13 plekken zijn gereserveerd voor Europese landen. 10 van deze felbegeerde tickets worden direct uitgedeeld aan de 10 groepswinnaars van de kwalificatie. Om de andere 3 tickets wordt gestreden in de play-offs om het toernooi. En hier komt de Nations League aan te pas. Want om deze 3 tickets gaan de 10 nummers 2 uit de WK-kwalificatie strijden. En daarnaast ook de 2 beste landen uit de Nations League, die niet eerste of tweede zijn geworden in hun eigen kwalificatiepool voor het WK. Dus stel je even voor dat Nederland uiteindelijk derde wordt in de Nations League, maar ook de derde plaats heeft in de eigen pool bij de WK-kwalificatie. Als de nummers 1 en 2 uit de Nations League voor het gemak even Frankrijk en Duitsland zich al hebben geplaatst voor het WK of de play-off, krijgt Nederland alsnog het ticket voor de play-off. Een directe plek voor het WK valt er dus niet te verdienen met de Nations League. Maar een hoge notering in deze mini-competitie kan goed van pas komen.